dit deed duidelijk veel meer pijn dan de vorige keer, man. Klootzak. Oh, wat lekker dit. Oh, wat lekker. En we lopen hier naar buiten en Dave zegt tegen mij, is dit het wietgebouw? Ik zal het je één keer laten zien, oké? Knol Power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Deetje en hier voor ons staat iemand buiten waar ik heel veel medelijden mee heb op dit moment. En ik weet ook precies hoe ze zich voelt. Ze rijdt op de scooter en er was zo net helemaal niks aan de hand en in één keer komt er een stortbui en ze is helemaal doorweekt. En met dit weer heb je gewoon altijd het idee, tenminste dat had ik toen ik op de scooter zat, dat je onveilig bent. Omdat alle witte strepen, witte plekken en putdeksels zijn gewoon ontzettend gevaarlijk op de weg. Want je glijdt heel snel met je voorwiel, glij je daarover uit. Dus voor alle mensen met een scooter of met een motor, alsjeblieft pas op die witte strepen en putdeksels. Sowieso als het regent met bochtjes, je glijdt gewoon verschrikkelijk snel weg. Heel veel van jullie zullen dat ook wel weten. Maar goed, probeer alleen maar even te helpen door even een kleine waarschuwing te geven. Wij zijn in ieder geval onderweg naar de fysio. We zijn binnen in de martelkamer. Nee, dat klinkt ook zo lullig voor de fysio. Dat ik elke keer zei, de martelkamer en ik heb er geen zin in. Maar goed, het is voor mijn eigen best veel. Meteen even mijn shirt uit en ik ga weer liggen hier. Het is nog net geen spijkermat. Hoe is dat? Aan de ene kant doet het pijn, maar aan de andere kant voelt het ook wel weer fijn. Ligt het? Okay. Ja. Dat was het beter dan vorige keer. Ja, hoorde je het knaken? Ja. Dat was ook wel echt... Ja, ik voel het allemaal, maar het is... Meer mogelijk. Het is, ja, het kan verder. De volgende keer naar de fysio gaat, dan zijn we een beetje flexibel. Ja, ik heb een strak broekje aan. Je skinny jeans. Ja. Hoef niet zuinig te zijn. Ik kan niet harder. Oh, hoe laatste voelde ik het over. Komt nu het pijn lijden? Dit is mijn favoriete moment. Dus dan is het nu weer. Oh. Iets minder dan de vorige keer. Au. Je moet je buikspier aanspannen. Ze buiten wel niet denken, schat. Ja, het mooie is dat deze kamer is geluiddicht, dus je kan buiten niks horen. Dan hoor je wel wat er buiten gebeurt, maar andersom niet. Billen omhoog brengen. Okay. Nadruk ook nog even voor bij die statische. Als je je knieën iets naar buiten drukt, dan krijg je iets meer spanning op je billen. Okay. Ja? Dus dan kan je iets meer je billen zeg maar samenknijpen. Okay, wat je nu gaat doen, navel in, ga je rustig naar beneden. Je houdt die spanning erop, hè? Breng hem naar beneden. Tik je hem aan en dan ga je weer omhoog. En dan hou je die knieën naar buiten, waardoor je die spanning op je billen krijgt. Ja? Maximaal. Ja, jij lacht. Hou die spanning vast. De voorkant hier, je buikspieren voelt. Ja. Elleboog recht omhoog. Spanning tussen je schouderbladen, borst vooruit. Je ligt helemaal gestrekt met je tenen naar je toe getrokken. Ja. Nu ga je eerst die navel in. Aanspannen, aangespannen houden. Dan breng je je been omhoog. Eentje. Hier, heupbreedte. Dus ongeveer één voet ertussen. En je voet blijft naar voren. Dus je draait hem niet naar buiten. Oké. Okay. Ja? Dus hou hem hier. Hou die navel ingetrokken. Mm-hmm. Mag je hardop tot 15 tellen. Ja. 1, 2. En hoe vaak per week? Elke dag. Wordt vroeg naar bed? Navel intrekken. Jij telt tot 15? Ja. Ook vast deze. Vanaf nu? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buig de knieën naar de grond. Ja. En dan rustig neer. Het bezoekje aan de fysio de vorige keer was dan heel pijnlijk, maar wel zeker weten succesvol voor mij. Dus ik heb even dit weer meegenomen. Heb je enig idee wat het is? Nee. Ik zal deze hier neerleggen. Ik zal het je even kort laten zien. Je kan deze achter op je telefoon plakken. Ja. En als je dan hem uitpopt, het heet dan een Knol Power Socket. Ja. Dan kan je hem op deze manier kan je telefoon vasthouden. Dus okay. Ik weet niet of je ooit het scenario hebt gehad dat je in bed ligt en dat je op je telefoon kijkt en dat de telefoon was op je hoofd valt of zo.
Maar op deze manier kan je hem goed vasthouden. Okay. En mocht je een gamer zijn en spelletjes spelen, dan kan je ook die andere uitpoppen. En dan kan je met twee handen vasthouden. Of als je deze video later gaat terugkijken natuurlijk. Ga ik zeker doen. Kan je hem neerzetten. Wauw. Ideaal, toch? Mijn dank is groot. Zo kom je nooit in Nieuwegein en nu ben je er in één keer twee dagen achter elkaar. En we lopen hier naar buiten en Dave zegt tegen mij, is dit het wietgebouw? Ja. Ja, dit is het wietgebouw. Kijk daarboven maar. En het waait heel hard. Ik moest even wat omruilen in Nieuwegein wat ik gisteren heb gekocht. Dus vandaar dat we daar even waren. En kijk, Sokje nou. Hallo. Was je aan het slapen? Ja. Je ziet er nog een beetje moe uit, Sokje. Je bent net wakker. Oh, wat lekker dit. Oh, wat lekker. Ik ben zo verschrikkelijk blij dat ik een vriendin heb die zo super goed kan koken. Ik weet geen eens wat we eten, maar het ruikt zo lekker. Oh, yes! Dit hebben we lang niet gegeten. Het is een lekkere kipsnitzel. Oh my god, kijk dan hoe goddelijk dit uitziet. Oude woord heet. Zo, en we hebben een lekkere salade. Geitkaassalade. En dan is dit eigenlijk wel het geheime ingrediënt bij de... Wow! Wow, halve pot leeg. Gaat zo snel joh in één keer. Maar ik weet zeker dat ik dit allemaal opkrijg. Lekker met kipsnitzel er doorheen. Kijk, dat gewoon helemaal zo, weet je wel. Dat je gewoon één dikke vette appelmoeshap krijgt. Ah, dat vind ik zo lekker, hè. En dan ook nog die aardappeltjes. Mmm. Deze hoeft de snitzel niet meer. Ik heb al de helft van de aardappel op. En mijn eigen snitzel. En de appelmoes ook. Hoppa. Papapau! Even lekker wat water voor de Sokje. Oh, ben ik alles van jou aan het verschonen, hè? Kijk, wil je een likje van mijn water? Het is vers water. Vers van de pers. Je weet niet wat je moet doen, hè? Sok, jij gaat nu drinken. Hey. Sok. Drink het op. Sok. Drink het op. Nee, ze gaat het niet doen. Naast haar eten. Hoppakee. Ik heb dit helemaal verschoond voor Sok. Kijk eens even hoe lekker dit eruit ziet. Oh, lekker. Ze gaat altijd alles in één hoopje doen. Dus dan doet ze hier een poepje. En dan gaat ze helemaal zo'n hoopje maken, zodat je het poepje niet ziet. Maar als ik dan zo'n hoopje zie hier, dan weet ik al gewoon, oh, daar ligt poep onder. Zijn katten toch raar, hè? Maar dat ben ik ook, dus op zich, ik snap ze wel. Doei! Hey, hoe, check dit voetwerk. Hoe, sok. Je hebt geen idee wat je allemaal overkomt, hè? Oh, ga maar even lekker liggen. Oh, lekker. Dames en heren, hier komt de bonnenflip van de die keihard faalt. Ik kan nog dit. Een keer en... Nog een keer. Hij zit vol. Schatje, gaat niet helemaal goed. Hij zit er vol. Kan je een atje doen? Een atje? Een atje. Even een slokje. Zo, ik heb even een slokje genomen. Ik zal het je één keer laten zien, oké? Ga je er nou voor zitten? Derde keer scheepsrecht. Als ze nu uitgaat, dan fluit ze af. Ja, maar ik snap niet waarom ze niet ooit gefloten heeft. Nou, score dan nog maar een keer. Ja. Helemaal links. Wacht, geef hem! Oh, dit meen je niet! 3-0! Oh mijn god! Oh my god, wat een perfect einde! Oh, dit is sick! Afgefloten, scoorde Nederland nog een doelpunt. 3-0. De dames naar de finale en gegund. Unbelievable. Ja, die scheids die zou moeten affluiten na 2 minuten verlenging. En dit doelpunt is in de 3e minuut verlenging gemaakt. Maar dat vinden wij Nederlanders helemaal niet erg. Nee. Iedereen rent het veld op. Ik wil jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet het niet even een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik ben moe, dus ik ga lekker mijn bedje in. Ik zou zeggen, hopelijk check jullie morgen om 4 uur. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace.